Ik heb nog steeds een groot probleem met immigratie. Ik heb een groot probleem met de islamisering. Ik ben er tegen. Ik wil al die moskeeën niet in Nederland. Dat is allemaal helemaal niet veranderd. De bouw van meer moskeeën wel of niet toe te staan. Zou jij daar dan bijvoorbeeld voorstander van zijn? Nou, niet als ze dominant zijn in het stadsgezicht. Bouwen van islamitische architectuur vind ik niet passen bij de cultuur van ons land. Nu is er een nieuw stadium bereikt in die islamisering en dat is dat moskeeën en minaretten nu willen oproepen tot gebed, tot islamitisch gebed met versterkte microfoons over onze straten. Forum voor Democratie vindt dat onacceptabel. Het is een heel metropool natuurlijk, Amsterdam. Zo is het. Dus dan zou een moskee daar toch prima tussen passen? Nou, vind ik niet. Kijk, die afschuwelijke gebedsoproep van die vervelende minaretten die veel te hoog zijn, die veel te dominante moskeeën in onze straten, in ons land. Toen Geert Wilders zei, ik wil dat alle Korans verboden worden, ik wil geen hoofddoeken meer zien in het land, ik wil dat de moskeeën worden gesloten, dat noem je toch geen immigratieretoriek? Ja, ik denk dat dat het is. Ik vind bijvoorbeeld niet dat je ostentatieve moskeebouw moet hebben. Dus mensen mogen wel net erg bij elkaar komen, maar je moet niet allemaal van die enorme minaretten enzovoorts bij Geleide binnenrijden bijvoorbeeld. Dan zie je een enorm ding staan. Dat moet je niet hebben, denk tegen. Bijvoorbeeld dat je hebt genoemd dat er gejank komt uit de moskee en dat we dat niet moeten willen. Dat de islam niet bij Nederland hoort, niet bij de Nederlandse cultuur hoort. Ik kreeg de indruk dat je daar misschien inmiddels een beetje een andere... Sorry? Ja. De islam is toch ook geen Nederlandse godsdienst? Dat is toch ook zo? En met de Nederlandse godsdienst bedoel je? Dat komt toch niet uit Nederland? Nee, klopt. Maar geen enkele godsdienst komt uit Nederland. Nee, goed. Kijk, ik ben een Nederlander. Jij bent een Marokkaan. Ja. Nee, ik ben ook een Nederlander. Whatever. Maar het was niet jullie plan om hier met z'n allen naartoe te komen en onze samenleving hier met allerlei problemen op te zadelen en gedoe. Dat jij zegt, we hebben een man en een vrouw, dat is het. In principe, nou ja, kijk, er zijn uitzonderingsgevallen. Maar... Ja, je ziet dat er heel veel hele gerichte politiek wordt gemaakt, hele gerichte wetgeving wordt gecreëerd ten aanzien van islam en moslims. En daar wordt ook vaak over gestemd. Dat weet ik niet. Wat jij nu zegt, dat betwijfel ik ernstig. Oké. Okay. Ja, ik wil wel een glaasje wijn, Mohammed. Nou, dat gaat niet met jou. Maar dat had jij zelf ook al zien aankomen natuurlijk. Ja, ik ken heel veel moslims die steengoede drinkers zijn. Ja, en dus heel goed zondigen. Ja, whatever. Volgens mij is het allemaal een beetje... Iedereen heeft zijn eigen interpretatie. En, nee, volgens mij, nee, als nee, het wijn is, mag het wel, geloof ik. Nee, hè? Nee. Wijn mag wel, dat was nee, het. Nee, wijn mag niet. Voor jou niet? Dat weet je, nee, dat mag niet. Dat nee, omdat jij net zei, ik ben een Nederlander, jij bent een Marokkaan. Dat is toch zo? Maar dan, nee, ik ben een Nederlander. Ja, ik vind dat een beetje goed. Vind je dat niet? Ja. Mohammed, doe maar naar 6. Ik heb een roerding nodig. Thierry, pak maar.